Jongens, welkom allemaal bij deze gloednieuwe aflevering van Polybridge vanavond. We gaan vandaag weer lekker Polybridge doen. We zitten op aflevering 13, 14, ik denk het. 14 zitten wij op level 2 van de 11. En het level is eigenlijk heel simpel, lift me up. We moeten eigenlijk een lift maken van de ene kant naar de andere kant, zorgen dat... A1 hier terechtkomt en A2 daar van boven terechtkomt. We hebben een aantal blokken of een aantal items voor te maken. Die we eigenlijk enkel kunnen gebruiken. Dus ik zou zeggen, let's go. Laten we kijken hoe dat het in elkaar werkt. Dat is trouwens al van items die we hebben momenteel. We hebben 4 liften. We kunnen het eigenlijk wel heel makkelijk doen. Ik heb een aantal filmpjes heel misschien gekeken. En we hebben een aantal mogelijkheden voor te doen. Ik weet niet of dat echt een slimme mogelijkheid is, maar we kunnen wel een aantal dingetjes doen. Moeten we eigenlijk vooral deze gaan... Dan heb je namelijk zo een mogelijkheid dat je hier een lift zet. Die gaat dan zo naar omhoog. En dan wat je eigenlijk dan moet doen is... kunnen we eigenlijk... Ik denk deze zelf gaan breken. Dat die zelf zo wordt gedaan. Ik denk dat het zelf zo lukt, normaal. Ik moet even kijken of het zo gaat lukken of niet. Wat is er gebeurd? Wacht, wat gebeurt er? Even kijken, wat gebeurt er precies? Wat ik het zo doe? Nee, oké. Dat werd dus blijkbaar ook niet. Dan moeten we eigenlijk nog altijd deze hier plaatsen. Wat gebeurt er nu? Zo. Doen we deze even weg. En plaatsen we even zo. Kijken of die nu werkt. Ik weet niet of het nu gaat werken. Nee, voor je moet... Het dingetje is, deze brug moet eigenlijk volledig naar omhoog gaan. Dus nu blijft hij op zijn hold staan. Op een hold lengte. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, namelijk. Wil ik hier nu dit toe? Of wat als ik dit nu zo doe en deze zo doe. Okay. Wat heel eventjes, hè. Wat dat die ene guy eigenlijk doet, is... hij maakt wel zo'n dingetje nog. Dat we nu wel.
Dat deed hij nu wel daar. En wat hij dan deed is eigenlijk deze. Moet even kijken. Nee, dan moet daar een motors. Expand 16% misschien. Dat moet doen. Moet volledig naar omhoog. Kijken dan of het iets doet. Ja hoor. In principe komt hij zelf iets lager. Zou ik hem echt perfect zou willen doen zelf, zou ik hem zelf op 45 durven zetten. En nu moet hij enkel een klein hoopje maken en is hij er inderdaad over. We hebben een boot die op AC. Oké, dus. Maar we kunnen hier nergens vasthangen of wat. Hoe werd de boot? Die kunnen we niet zien. Oké. Ik denk dat wat we gaan moeten doen is. Zo één grote paal maken. Hier een overstijksel maken. En dan eigenlijk met een dingetje. En dan hier met een touw. Zorgen dat deze naar een expand krijgt van 20% bijvoorbeeld. En dan even. Zo doen. En hopen dat die eigenlijk zo. Ja, dat dus. Deze is een lastige. Ik ga heel even kijken, jongens. Ik ben zo terug. Oké, goed. Let's go. Ik heb ondertussen gekeken. En blijkbaar moet de brug op een hele andere manier gemaakt worden. Eerst en vooral moet de brug een klein beetje naar omhoog gaan. Niet te veel naar omhoog. Ik ga hem eerst recht bouwen, namelijk. En wat hij dan moet doen, is eigenlijk. Van hier moet hij. Oh. Oké. Het. Godsamme. Moet je eigenlijk. Dit is een rechte brug. Moet je eigenlijk één blokje naar omhoog gaan. Zelf nog niet eens. Zelf niet eens eigenlijk. Want wat ik eigenlijk moet doen. Ik moet eigenlijk hier een. Een zodanige dingetje creëren. Wat ik sowieso moet doen is deze hak in ijzer maken namelijk. Niet volledig by the way. Anders wordt het te duur. Deze moet nog een ijzer gemaakt worden. Zo. En deze moet ook nog een ijzer gemaakt worden. Zo. En dan moet ik van hier. Eigenlijk hier een brug maken die zo gaat, en dan van hier zo, die zo gaat.
Normaal gezien zou die zo moeten werken, maar blijkbaar niet dus. Oké, what the fuck? Oh, hier is geen beeld meer. Wacht even, kan ik de aanpasser op? Of ook niet? Jullie gaan heel eventjes mijn jullie gaan heel eventjes geen fullscreen zien. Oké, heel eventjes moet kijken naar iets. Ik wil heel eventjes fullscreen opzetten. Yep. Ja. En met deze heel eventjes wijd doen. Dan moet ik hier zo eentje doen. Die trouwens veel lager moet. Dan moet er hier zo eentje geplaatst worden en moet er hier op deze eentje geplaatst worden. Moet deze alle twee zo naar beneden gedaan worden. En zo zou het normaal moeten werken nu. Alleen op een of andere manier werkt het nog niet. Zo dan. Waarom wil die niet? Die doen het namelijk wel zo. Was het nu? Nu nog dit pak en zo pak. Dichter dan. Vind ik echt heel stom dit.
Excuseer, ik moest even niezen. Oké, dan laat ik nu dit bijvoorbeeld toe en dan deze toe. Wat gebeurt er dan? Het blijft echt gewoon hier dat die niet wilt. Ja. Dag hond. Waarom wilt hij hier zelf niet? Ik snap dit eigenlijk zelf niet. Hond, wat wil je? Niet omdat hier de, omdat hier te zware weegt of zo. Of moet ik hier een klein beetje naar boven gaan met mijn ding? Hey.
Dit is wel anders weer. Wacht, 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 wacht. Waar is nu de mistake geweest? Waar is nu mijn zwaktepunt geweest? Dat was daar. Ik kan nu mijn zwaktepunt hier wel oplossen door dat te gaan doen. Ik weet alleen niet of wat er nu gaan naar boven gaan. Komt hij nu niet? En nu is het nog altijd deze dat zwak is. Deze moet nog altijd van hard zijn, 100%. Maar deze moet zo staan. Waarom wil die continu naar boven gaan? Deze moet zo staan. Smerig. Nee. Ik had deze zelf 25% zetten maar. Wel, die wel volledig zegt voor naar beneden te gaan. Maar waarom wilt hij dan nog altijd... Of is het echt gewoon puur omdat mijn brug te hoog is? Dat hij te veel gewicht heeft. Het blijft echt gewoon... Deze blijft echt gewoon om wat aan te doen, deze. Ik doe effectief zijn brug klemmetje naar omhoog. En die verplaatst hij ook richting. Dus wat hij doet, hij doet deze weg, deze weg, deze weg. En deze weg, en die verplaatst hij ook richting zo eentje. Maar die gaat echt totaal niet hoog.
ik blijf hier echt sukkelen met deze eigenlijk. Dus jongens, ik ga heel eventjes kijken hoe dat ik het kan fixen. En dan ben ik zo terug bij jullie. Zo, we zijn weer terug. Ik heb ondertussen een heel andere soort brug gemaakt. Ik heb namelijk een soort van springbrug gemaakt. En ik heb het net ook getest. Het werd echt 100%. Dus wat gaan we kijken? Het is echt een heel andere soort brug. Ik weet het, jongens. Sorry daarvoor, maar ik moest even echt snel iets verzinnen. Het voordeel is, we zitten bijna 3000 euro goedkoper. Of iets meer dan 3000 euro zitten we goedkoper dan de 15.000 euro dat we hebben. Dus op zich komen we al redelijk in de buurt. We staan nu op rank nummer 43.807. En heel veel mensen staan erop. Goed. Jongens, ik wil jullie om hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Hopelijk heb je genoten van de aflevering. Hopelijk zien we graag volgende keer bij een nieuwe aflevering. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren natuurlijk, als je niet naar zo super nice zijn. En dan zie ik me graag volgende keer bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg van nu, zoals altijd, bye. Bye.